over het algemeen is het natuurlijk wel fijn om in de winter lekker knus op elkaar schoot te zitten en bier te klappen. En dat zit er nu toch even niet in. Ik ben mijn uitje kwijt elke dag en mijn oude hoertje elke dag. En ja, daar heb ik best wel lastig mee. De tweede huiskamer van veel Amsterdammers is gesloten. Nu de kroegen dicht zijn, verdwijnt voor de stamgast een belangrijk deel van het sociale netwerk. Hoe gaan de stamgasten om met de stilte? Ik ga met Ray en Jonas terug naar een vaste plek aan de bar. We staan hier voor het Blauwhoofd, een van je favoriete kroegen. Ja. Hoe is het voor je? Slecht. Ik ben alleen thuis. En ja, normaal gesproken was het eigenlijk al aan het eind van de dag eventjes om een uurtje of vijf de straat op. Een aantal cafeetjes langs en dan hier eindigen. Hoe vaak kwam je in de kroeg? Ja, toch wel zo'n 4-5 keer per week. Als het niet 6 keer is, af en toe. En ja, soms voor een uurtje. En ja, soms dat sluit. Als het echt gezellig is. Jonas, we staan hier voor je favoriete kroeg, Fontijn. Maar hij is dicht. Ja, pijnlijk. Er wordt vaak naar mij verwezen als onderdeel van het meubilair. Normaal zou ik na mijn werk linea recta hier naar binnen stappen om aan de bar te gaan zitten en een biertje te bestellen. En zijn er stamgasten die je nu in je privéleven ook nog ziet? Ik moet denken aan Sander, met als bijnaam Eiwitsan. Hij heet Eiwitsan omdat hij altijd glazen eiwit zit te drinken in zijn eentje en de krant zit te lezen en pistachenootjes eet. En die stuurde me laatst een berichtje dat hij voor mijn deur stond met een zakje pistachenootjes als tribute. Dus ja, ik spreek die mensen nog wel, maar helaas niet meer op het terras. Ja, dat heb je met de vaste kroegen in Amsterdam. He, zeker de bruine kroegjes. Buurtmensen, maar natuurlijk ook best wel heel veel passanten. Aan het eind van de dag, je loopt naar binnen, er zit eigenlijk altijd wel iemand die je kent. Of de barman of de barvrouw die je kent. En dan is het gewoon even lekker een uurtje slap aan hoeren met z'n allen. Jonas, ik heb een leuke verrassing voor je. Want speciaal voor deze gelegenheid mag je even naar binnen bij Fontijn. En hebben we jouw lievelingsdrankje klaarstaan. Top. Ja, heb je? Cheers. Proost. Nou, daar zijn we. Nou, dit is het favoriete drankje van Ray. Een Southern Comfort. En dat als we open zijn, dan drinkt hij dit regelmatig. Oh, jongens. Proost. Eerst even ruiken. Mmm. En dat aan de bar. Ook gewoon. Heerlijk. Hoe voelt dat? Helemaal super. En mis je de stamgasten? Ja, tuurlijk. Ja. En helemaal als ik Ray zo zie zitten, dan denk ik van ja, dat hebben we toch nodig. Een beetje gezelligheid in deze tijd. Ik mis onze stamgasten echt het allermeest. Ja, ik vind het natuurlijk sowieso heel erg dat we dicht zijn. Maar de stamgasten, dat is waar je Fontijn is. En we hebben er heel veel. En ik ben gewoon benieuwd waar ze zijn, wat ze aan het doen zijn. Of ze ons ook missen. Hoe kom je nu je dagen door? Nou ja, ik werk gewoon thuis, hier op de Zeedijk. En thuis veel piano aan het spelen en aan het dichten. Wat doe je nu? Naar de Albert Heijn lopen en eten halen. Of hier eten halen en dan thuis opsmikkelen. En ja, het is toch heel anders qua sfeer natuurlijk. Ik mis de mensen die hier werken. Ik mis de plek en de plek die Fontijn in mijn leven heeft. Maar voor mijn gezondheid, mijn lever en mijn portemonnee is het allemaal helemaal top natuurlijk. Je drinkt wat minder, zeg maar. Dat is ook niet heel erg slecht. Maar voor de rest, nee. Ik vind het vooral heel erg ongezellig. Hoe zie je de toekomst? Ik hoop gewoon dat kroegen het gaan redden. En dat ze ook gewoon straks, als het weer mag, gewoon ook open kunnen. Hopelijk ben ik hier snel weer te vinden. En zeker als het zomerterras ingaat, ja, zou ik toch wel graag weer hier in de zon willen zitten op een namiddag met een pilsje in mijn hand. En hoe gaan jullie als Fontijn om met deze situatie? Nou, een beetje met pieken en dalen, denk ik. Het is moeilijk gewoon. Het is moeilijk en het duurt lang. Het verdwijnen natuurlijk al zoveel kroegen. Het wordt allemaal wat andere soort tenten. Prima hoor, ik bedoel voor een ander publiek. Maar de echte bruine kroeg, ja, die moet toch echt blijven. Bartje, later. Dankjewel man.